Nu even naar de opname van degene die u zag die aan de leiding is in het klassement staat. 77.300. En dat is Kira Kirklund uit Finland met haar paard Max. Een Zweeds gefokte ruin. 11 jaren oud. Dan denkt Master. Ja, als je praat over routine, dan is Kira natuurlijk een vrouw met enorme routine. Staat mooi. Geweldig, vierkant. En het is dus niet de bedoeling dat je een aantal oefeningen laat zien met een achtergrondmuziekje. Maar dat de muziek is aangepast, dus niet het paard op de muziek, maar de muziek is aangepast op de bewegingen, het ritme van het paard. Dus dat is geweldig moeilijk. Je moet ergens, moet je terugvinden dat ritme wat in de muziek zit, in de bewegingen van het paard. En is natuurlijk aan de ruiter, aan de Amazone in dit geval, om datgene te laten zien waarin dit paard het sterkst is. Ze hebben allemaal hun extra kwaliteiten en hun kwaliteit. Kijk, dat ritmeverschil. Prachtig gevonden. Die vertraging naar de passage. Hier wordt het weer vrolijker. Nou, het is een voorrecht, dames en heren, om dit te mogen zien. En voor mij om het te mogen commentariëren. Zie je, ander tempo, ja. Andere muziek. Stap, hè? Daar moet rust uitstralen. Nou is dit nog een verzamelde stap, maar als hem lang laat worden, dan zal de muziek nog meer vertragen, zoals daar. Ja, dan heb je echt het idee van blaas even uit. Ja, lekker. Prachtig mooi zoals hem daar laat zakken, hè? Met zijn hoofd. Enorm overstap. Ja, geweldig. Ja, maar ook die hals die naar beneden gaat en het hoofd wat naar beneden gaat. Daar kun je ook niet te veel bij praten, want u moet zien, u moet kijken. En je hoort ook wel, dit is galop en dus een walsmelodie. Een driekwartsmaat. Ja, u moet als kijker ook zelf een oordeel vormen. Hoe wordt de muziek vertaald door de bewegingen van het paard? Geef daar zelf eens punten voor en geef een score. Voor de jury natuurlijk ook moeilijk te beoordelen. Zo'n pirouette moet technisch beoordeeld worden. En hij moet in de maat van de muziek zijn. En zoals gezegd, de muziek moet aangepast worden aan het paard, maar die muziek staat vast. Dus zij mag niet voor die muziek uit eilen met haar paard. Hand pirouette.
galopperen. Anderhalve? Ja, ja. 1 3/4. Ze maakt een mooie. Om de pas. Wordt er ook gelet op de moeilijkheidsgraad die achter elkaar gereden wordt? Nou, Hans, ik moet je eerlijk zeggen, dat weet ik niet. Ik weet dat je vrij bent om de volgorde te kiezen. Maar of je dan ook nog, of er ook nog gelet wordt of je bijvoorbeeld een twee moeilijke dingen achter elkaar, of dat het moeilijker zou zijn om van de uitgestrekte stap, ik noem maar iets gekker, aan te piaveren, dat geloof ik niet. Het moet harmonieus zijn, dat is nummer 1. Het moet eruit zien. Kijk, zoals hier, daar is die passage natuurlijk niet mooi. Daar blijft het linker achterbeen helemaal achter. Daar is hij weer wel goed. Het zou hals zijn met 1 hand op de jury af. Ja. Prachtig, precies op tijd. Ja. En dan die ontlading van die ruiters. Ja. En dat werd beloond met 77.300. Edward Gal heeft ook al gereden met zijn wing en die scoorde 4.